Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft een tal van maatregelen aangekondigd voor bedrijven ter voorkoming en beheersing van COVID-19. Rachel Koningsbloem-Pinas, directeur van Toerisme, deelde de nieuwe maatregelen gisteren mee op de persconferentie van de overheid. Ze zei onder meer dat bedrijven niet op 100% capaciteit mogen opereren. In deze periode. Bedrijven moeten proberen een capaciteit van tussen de 30 en 50% aan te houden in termen van personeelsbezetting en klanten. Het overig personeel werkt dus van huis uit. Zoveel als mogelijk de dienstverlening zodanig instellen dat deze op afstand, hebben we het misschien over mogelijkheden zoals online, kan worden afgehandeld. Online reserveringen en betaling is iets waar het ministerie dus de afgelopen periode veel over heeft gesproken in overleg met de actoren en waar wij dus achter staan. Waar nodig zullen de diensttijden ook ingekort worden of ook al zodanig worden uitgebreid. Verder stelt het ministerie voor dat wij dus rijvorming proberen te voorkomen, dat de ondernemers dus ook en de handelaren in deze periode ook daarop letten of dat goed monitoren, dat er al zodanig geen rijvorming ontstaat bij zaken en bedrijven. Wij doen een beroep op de bedrijven dat ze dusdanige maatregelen treffen dat er geen rijvorming kan ontstaan. Wij vragen dus ook dat er markeringen worden geplaatst bij de kassa's en verschillende ruimtes zoals toiletruimtes, dat die sociale afstand in acht wordt genomen. Tussen alle tafels van gasten en bezoekers is er een minimale ruimte of spatie van tussen de 1,5 en 2 meter. Koningsbloem zei dat het ministerie ook gedragsregels adviseert voor hun personeel en bezoekers. Deze moeten zij duidelijk zichtbaar plaatsen, zodat men weet wat binnen het bedrijf verwacht en aanvaard wordt in het kader van de COVID-19 maatregelen. Voor het personeel kan dat in de werkruimte. Wie zich daaraan niet houdt, kan dus gevraagd worden het bedrijf of het gebouw te verlaten. Voor het stimuleren van de awareness van de medewerkers en bezoekers wordt het aanbrengen van voorlichtingsposters of andere media die zowel klanten als het personeel herinneren aan de COVID-19 maatregelen geadviseerd. Deze moet men dus duidelijk zichtbaar plaatsen. Een aangewezen ruimte hebben die als isolatieruimte kan dienen. Dat wordt ook voorgesteld vanuit het ministerie van HIT, dat er dus een isolatieruimte wordt gecreëerd binnen de verschillende bedrijfsvoeringen. Indien een gast of personeelslid ziek wordt en die dan dus daar kan worden opgevangen. Rachel Koningsbloem-Pinas van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Zij sprak gisteren op de persconferentie van de overheid.